De coördinatie van vuilophaal in de verschillende districten en resorten gaat terug in de boezem van de districtscommissarissen. Dit vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder deze week aan journalisten. De bewindsman bevestigt dat er nog veel problemen zijn met het uitbetalen van ondernemers die het werk verrichten. Vuilophaal is een dure grap geworden vandaag de dag. Ik heb nog steeds het probleem van op tijd kunnen betalen. Desondanks red ik het met goede ondersteuning met de ondernemers. Je moet weer een vuilophaal na 3 tot 6 maanden pas betaald worden. Vroeger, toen het goed ging, werden ze binnen een maand betaald. Dus dit probleem achtervolgt ons nog, omdat er soms prioriteiten zijn. We hebben soms beslagleggingen van oude schulden. Soms moet de gezondheidssector spoedinjectie krijgen. Nou, dan gaan de middelen naar daar. Dus het probleem van op tijd betalen achtervolgt ons. Waardoor het soms kan zijn dat de ondernemers na 6 maanden in de actie gaan. Maar wij proberen met goede ondersteuning te redden dat ze wel werken en dat hun betaling wel in orde komt. Noor Mohammed geeft aan dat hij minder klachten krijgt vanuit de samenleving over het niet ophalen van hun afval. Hij stelt dat er een nieuw vuilophaalbeleid gevoerd zal worden. Er is daarvoor al een regeringsbesluit gemaakt. Binnenkort moet het mandaat van vuilophaal worden overgedragen aan de commissariaten.